Zanger Jeroen Stam zet nog even zijn microfoon goed tijdens de soundcheck met zijn band. En gaat optreden voor de bewoners van de Gelderhorst, onder wie ook zijn eigen moeder. En zoals gezegd, het publiek bij het concert is doof. Er zijn inderdaad stokdoven, doven. Die zijn ook van geboorte doof. Mijn moeder is daar ook iemand van, die is doof geboren, 100%. Maar er zijn er ook bij die wel enigszins wat horen, maar het merendeel is echt doof. Maar wat heeft het dan voor zin om muziek te gaan maken voor een zaal vol doven? Een dove die voelt trillingen. Een dove die kan die trillingen versterkt voelen doordat ze bijvoorbeeld een ballon hebben of een fles half gevuld met water of aan een box vasthouden. En dan voel je de trillingen. En dus hebben de ouderen in de zaal vanavond een ballon in hun handen tijdens het concert. Bovendien staat er op het podium ook een gebarentolk die gespecialiseerd is in muziek. Zij vertolkt de tekst en ook de muziek. Mevrouw, wat vindt u ervan? Heel erg leuk. Soms lawaai, dat ik even mijn oren dicht moet doen, maar heel leuk. Ja. Lawaai? Bent u helemaal doof of slechthorend? Nee, ik ben erg doof, maar ik voel hem door de ballon. Dat geeft heel veel trilling.